Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom bij aflevering 3 van Onstage. Vandaag vanuit de Popcorner hebben we bij ons Cyriel Havermans. Bekend van onder andere de band Focus, maar vandaag akoestisch op gitaar. Breda Nu. Je weet het meteen. Julie and little John Tyler. Lived in the house next door. We were the great triangle. Through that we swore. Julie was my sweetheart. Little John was my core. And all the while, what's it in the world couldn't drag us apart. Now once we went for a swim in the noonday sun, and we promised to return before the moon struck one. Now Julie came running through the pasture. She was screaming in the sky, and she fell down underneath, and her tears did fly. Little John got stung by a snake way over by the lake, and it looked like he was really, really hurt. And oh, we ran as fast as we could run. But we lost little John as our moon struck one. While the moon struck one.
muziekhistorie uit Breda. Wat denk je van vader Abraham? Dat is natuurlijk een man die heel veel hits heeft geschreven en zelf ook heel veel hits heeft gehad. En natuurlijk twee grote Nederlandse nummer 1 hits, waarvan de Smurfen natuurlijk het bekendste liedje is. En de kleine café aan de haven kan ook iedereen meezingen. Daarna zijn er nog meer andere Breda'se muzikanten die een nummer 1 hit hebben gescoord. Wat dacht je van Abel met Onderweg? Zelfs Anouk was zo onder de indruk van dat nummer dat ze het ooit gecoverd heeft. Of in ieder geval gebruikt heeft voor een nummer. Maar wel de credits gingen naar schrijver Joris Razenberg. Die daarna ook nog vele hits heeft geschreven voor andere muzikanten, waaronder Paul de Leeuw. Abel zelf, waar ze zijn, wie weet het? Ik weet het in ieder geval niet. Andere grote Breda'se muzikanten, Corrie Konings, ook geboren in Breda. Vele hits op haar naam staan. Er werd net ingefluisterd dat zij de langste nummer 1 hit op Nederlands talig gebied heeft gehad. Ik weet het niet. Zoek het maar op. Wikipedia, je suf. Muziek uit Breda. Je kunt er gewoon niet omheen. Hey, maar ik ben ook eens research gaan doen, hè, naar jou. Ik denk, wie is nou Cyriel Habermans? Bij de politieberichten heb je ook gekeken. Nee, gewoon op internet. Ja. Nee, maar dan kom ik heel veel verschillende dingen tegen. Heel veel verschillende bandjes. Ja, ja, ja. Dat ik in het begin dacht van, ik kan eigenlijk geen duidelijk beeld krijgen. Wie is nou Cyriel Habermans? Dat weet ik zelf ook niet. Nee. Nou ja, ik word 68 volgende maand. En ik ben al vanaf mijn fonds, mijn 16e bezig eigenlijk in local bandjes en zo. Dat soort dingen. Ja. Ja. Focus het grootste succes? Dat denk ik wel, ja. Ja. En het is er wel weer... Ja, waar hangen ze? Niet meer terug te vinden. Nee. Zit er goed in het geheugen gegraven, zeg maar. Ja. Hé, hey, maar 42 jaar geleden, als ik het goed heb, het laatste solo-album? Ja. Ik heb onlangs nog een CD uitgebracht. Wanneer was dat? Fons? Fons zit erachter trouwens. Ja. Dat is mijn jongere broer. Presentatie in de Bommel eind vorig jaar, presentatie in de Bommel, ja. Ja, Lefthoek, ja. Het titel heeft hij verzonnen. Dus er staan drie covers op en de rest zijn totaal solo stukken of in combinatie met iemand geschreven. Ja, ja, ja. En een heel andere Cyriel Habermans al voorheen? Hij had many faces. Ja, dat dacht ik, dus dat beeld had ik erbij. Want ja. Je kunt er geen genre aan geven, geen speciale stijl. Nee. Nou, dat is maar goed ook. Ja, maar ja, dat is niet bewust hoor, dat zo beweegt mijn geest, ik denk. Ja, heel soepele geest. Dat vind ik dan een compliment. Ik noem het waarig, maar... Ja, ja. Ja, maar het is eigenlijk een beetje chaotisch, maar dan wel heel... Nou, dat stijl, niet, maar dat kan je niet permitteren om chaotisch te zijn, want anders wordt niks. Dus je moet wel een beetje schudden dat het recht ligt. Ja, ligt het recht ondertussen? Ja, er zit wel beweging in. Blijft er nog beweging in komen? Jawel. Ik heb nog materiaal voor nog wel eens een volgende cd, waar ik wel een beetje aan moet werken. Ja. Maar in principe zijn ze gewoon klaar. Nee, ik moet ze gewoon opnemen. Ja. En dan in welke vorm ik denk dat ik verschillende versies ga proberen. Dus we gaan nog veel verwachten dan alsnog in de komende tijd. Ja. 68 jaar, maar stil jong, ja. Zou je zeggen. Ja, ik sta meteen mee in mijn graf. Ik ben al dood, maar ik weet het nog niet. Ja. Ja. Nou, we gaan ervan uit dat we gewoon nog een succesje gaan boeken en dan... Nou, daar gaat het mij niet om hoor. Maar je moet wel je shit kwijt, anders gaat het al wringen in je kop. Ja. Dus daar gaat het mij om. Want ik heb heel lang gewacht voor die cd uit ging brengen. Want in principe vind ik het goed als ik het in mijn hoofd klaar heb. Ja, het hoeft niet op een album te staan. Nee, maar dat is ook een beetje gelul van artiesten vaak. Maar toch vind ik het toch wel leuk. Ja. Om het toch te doen. Maar dat is een hoop gedoe allemaal. Ja, zeker. Daar komen we ook bekijken. Ja. Dus in principe, als ik thuis zit, ik heb een liedje gemaakt. Klinkt ook al arrogant. Dan is het voor mij eigenlijk klaar. Maar het is ook wel interessant om te luisteren hoe het komt als andere mensen meedoen. Hoe die dat interpreteren. Ja. Ja. Maar is het eigenlijk het maken van een album dan ook meer een soort van psychologisch proces of zo voor jezelf? Nee, om het maar zo heftig woord te pakken. Maar... Nee. Ik heb wel Koertje van alles gelezen, maar... Nee, het is gewoon noeste arbeid. Ja. En het is te bestaan natuurlijk meer onder de zon dan meets the eye. Dus daar komen dingen binnen. Het is dat bijzonder als je liedje. Toen werd het eigenlijk wat leuk voor mij toen ik erachter kwam dat ik liedjes kon maken. Ja. Maar dan blijft het nog noeste arbeid. Dat niets gewoon uit de lucht vallen, behalve de regen natuurlijk. Ja, daarom moet gewerkt worden. Dan moet iets aan gedaan waar je schudt net zo lang dat je denkt dat het goed is. Ja. Vooral het meteren, want dat klinkt misschien abstract, maar het heeft echt een. Nou, dat heeft een proces nodig. Ja, en het volgende album, je hebt hem nog niet gepland, maar het is eigenlijk gewoon als het goed voelt, dan is hij af, om zo te zeggen. Nou, ik heb genoeg stukken in ieder geval. Maar die ik moet misschien nog een aantal licht op gooien. Of,
Omdat je het toch alleen maar zelf ervaren hebt. En wie weet wat eruit komt als andere mensen er op meedoen. Want ik ga het niet helemaal alleen doen. Ja. Dus weer met andere mensen als ik een andere cd gedaan heb. Wordt weer iets heel nieuws. Maar wel serieus. Nou ja, ja, maar het blijven gewoon liedjes. Het blijven gewoon liedjes. Ja. Snap je? Dus niet, hoe noem je dat? Dus ik ging geen tweede bak verwachten. Maar... Gewoon Cyril. Ja, het is gewoon, kan niet anders. Je kan niet ontsnappen aan Jacob Blauwdruk natuurlijk. Nee. Maar wel een beetje, als je andere mensen een beetje in jouw zit laat draaien. Klein beetje andere invloeden ja, ertussen, zodat het ja, toch een beetje afwisseling is. Ja. Ja. Top. En misschien moet je er soms helemaal niet mee bemoeien en kijken hoe ze hun het behandelen. Ja. Dus dat is ook wel een goed idee misschien waar ik nu net op kom. Ja, goeie. Nou, je ziet, ze komen ja, toch nog. Heel nieuw album volgende keer. Ja, denk ik wel. Ja. Cyril, heel veel succes in de toekomst. Nou, dankjewel jongen. Tot kijk. Ik ben al dood, maar ik weet het nog niet. Ja. In Breda gebeurt natuurlijk nog veel en veel meer op het gebied van muziek. Daarom nemen jullie nu mee in de rubriek Muziek in de Stad. Vanavond wordt in de kleine zaal van de Messen 3 voor 12 clubbijeenkomst gehouden. Drie diverse bands treden hierop met verschillende stijlen muziek. Funk, jazz, Latin, alles is hier te vinden. Er is ook rapcore voor de mensen. Ik weet zelf niet wat rapcore is, maar dat moet je maar even bekijken. Wie zijn jullie? We zijn Absolute. En wat houdt Absolute in? Absolute is funk, soul, jazz en Latin. We zijn al eigenlijk stiekem 14 jaar of 15 jaar geleden begonnen. Heel lang stilgelegen en begin dit jaar weer opgepakt. En ja, nu het podium debuut. Oude nummers van vroeger, extra nummers erbij geschreven en ontzettend goede zangeres aangetrokken. En ja, nu gaan we knallen. Het was een fantastische avond vanavond. De bands hebben opgetreden, ik heb me zeker vermaakt. Het is zeker een aanrader om een keer naar te kijken. De band Absolute heeft zich zeker bewezen en het is zeker een toppertje. Dus ik zou zeggen, kijk hiernaar. Julian, little John, Tyler, lived in the house. My sweetheart, little John was my core, and all the while what's it in the world couldn't drag us apart. Now once we went for a swim in the noonday sun, and we promised to return before the moon struck one. Now Julie came running through the pasture. She was screaming in the sky, and she fell down on her knees, and her tears did fly. Little
John got stung by a snake way over by the lake, and it looked like he was really, really hurt. He was crawling in the dirt, and oh, he ran as fast as we could run. But we lost little John as a moonstruck Deze man moet je spreken, want die heeft verstand van muziek in Breda. Nou ja, ik maak al muziek sinds 1957. Had ik mijn eerste optreden in de Graanbeurs in de Rijkenstraat. Ja. Ja, en is nog steeds actief ook? Ik ben nog steeds actief en ja, muziek blijf je maken en houd je ook jong. Ja, ja. En bij wat voor iets moet ik denken als ik zeg ik heb hier Arie en dat soort muziek moet ik erbij gaan passen? Nou, ik heb eigenlijk van alles gedaan. Ik begon natuurlijk met de rock and roll, want dat was in die tijd. En ja, het was allemaal covers, hè. En na de hand ben ik verschillende dingen gaan doen. Ik heb Nederlandse artiesten begeleid en ik heb in een allround band gezeten, ik heb in een amusementsband gezeten. Muziek trekt mij. En wat soort muziek maar het ook is, ik vind het altijd spannend om te kijken, kan ik het ook maken? Heel breed georiënteerd? Ja, kan ik wel dat zeggen. Ja. Maar als je jezelf nou echt eens in een hokje moet plaatsen, hè, is het dan meer de zang of toch meer het begeleiden? Of toch misschien nou, ook een stukje producer of zo? Maar... Nee, zang. Toch wel het zang? Ja. En in welk genre ligt dan het meeste toch het favoriet? Meer in de rock. Toch de rock? Ja. Lekkere rauwe? Of? Ik hou van een rauwe, ja. Lekker rauwe randje. Ja. En nu breng je nog iets uit ook? Of? Ik speel nu in een rock and roll band. En echte oude rock and roll. En ja, daar zitten ook natuurlijk... country muziek in en dat soort dingen, een beetje Americana. Nog steeds van alles? Ja. Maar geen soul disco meer, dat niet. Maar als er een band langskomt die zegt van God, ik zou je graag in mijn band willen, omdat wij spelen soul of disco. Ga dat proberen? Dan wil ik het wel. Wil ik wel instappen, ja. Maar muziek is Arie, maar Arie is muziek. Ja, zo dat is kan ik wel zeggen. Ja, mijn kinderen die weten niet anders dan van, mijn vader is muzikant. Ja, top.
Nou, en in de toekomst ga je nog iets uitbrengen ook? Dat, of je blijft gewoon overal lekker een beetje meespelen en lekker jammen? Lekker meespelen, lekker muziek maken. En dat is voor mij het voornaamste. Blijven doen, blijven genieten. Ja, ja. Aardig succes in de toekomst. Dank u wel. Het zit er weer op, we zijn er weer klaar mee. Bedankt voor het kijken naar Onstage en we zien jullie graag de volgende keer weer. Houdoe! Into a Portuguese breeze. A native man in his backyard all of a sudden runs into a Portuguese breeze. And as he corners him, well, in that something wasn't you while back some kind of renegade Jesuit. Meteen.